waar we voor moeten settelen. Step-back drie-punt shot van Jay Garner is niet geen wat je hoopt na zo'n actie natuurlijk. Hier is Chantel voor het eerst. Inderdaad, in basketbal kan het snel gaan. Ja, absoluut. Hier is Chantel. Ja, dat is iets wat we vaak gaan zien terugkomen. Hè. Spursman, hard hedge defense. Heel veel dat ze die short roll zoeken. In het eerste kwart nog altijd geen punten. Ja, dat moet beter. Ja, post-up van de Ridder nu. Cutting actie met Pritzel. En daar, en zijn, daar zijn de eerste punten. Iets dat hij toch niet zo vaak doet. En buiten, zo net erin gekomen, meteen de eerste score voor hem. Opnieuw. Missed shot, twee spelers achter, 3-5 tegen 3. Buiten doet het zelf. En scoort. En aan de andere kant is het waar. Door nummer 34. De puit die Santé opnieuw vindt. Daar gespeeld daar van de Mons. Opnieuw de score van Trastarson. Efficiënt shooting op 75% shooting van field, dus dat is correct. En hier is Pritzel. Knappe fake daar en daar vindt Atkinson in, jawel. Mons die maar 1 3-punt shot ondertussen binnen smeet en het was dan wel uitgerekend diezelfde Santelli die hem binnen wierp. Ja, die punten leveren evenveel op. De droog die daar twijfelt om te schieten toch nog afspeelde en die van verre Garrison en jawel. Rebound daar voor Mons. 4 seconden nog. En valt zowaar nog binnen. En Trastarson die er nog in. Met die Garrison. Vince Martin. Ja, die maakt een moeilijke leap. Nu zal er toch wel een goede defense nodig zijn van de Spurs. En ik had het niet mogen zeggen, want daar is Santelli weer. Santelli die inhoudt. Ventra station en doet het heel simpel. Ja, het is ja. Een doodsteek denk ik. Oostende. Hier wel nog een dunkje van Garner.